Het woord fotografie is afgeleid uit het Grieks en betekent vrij vertaald schrijven met licht. Om op papier te schrijven heb je inkt nodig. Om een foto te maken, licht. Net als bij inkt heb je ook bij licht nogal wat soorten. Als het licht van een lichtbron zoals de zon rechtstreeks en dus direct op een voorwerp valt, spreekt men van direct licht. Omdat het onderwerp dan een scherp afgeleide harde schaduw afwerpt, spreekt men ook van hard licht. De zon is in deze foto de enige lichtbron en schijnt vol op Freddy. Let op de scherp afgeleide schaduw in zijn gezicht en op de tafel. Er is een groot contrast tussen het gedeelte van zijn gezicht in de zon en dat in de schaduw. Ook binnen kan je te maken hebben met hard licht. Als je onderwerp vlak onder een plafondspotje zit, bijvoorbeeld. Let op de scherp afgeleide harde schaduw op het tafelkleed. Is de lichtbron groter van omvang, dan krijg je zacht afgeleide schaduwen. Vandaar de term zacht licht. Zalen of grote ruimtes worden meestal verlicht met buislampen. Het grote aantal lampen, verspreid over het ganse plafond, vormt samen een lichtbron over een grote oppervlakte. Zeer zachte, tot zo goed als geen schaduwen, zijn het logisch gevolg. Buiten, bij een gesloten wolkendek, wordt het zonlicht verspreid over een immense oppervlakte. Een bewolkte hemel geeft daardoor zacht licht met weinig of geen schaduwen. Licht kan vanuit verschillende richtingen komen. De populairste richting om te fotograferen is meelicht. De fotograaf staat met zijn rug naar de lichtbron, naar de zon bijvoorbeeld, en fotografeert mee met het licht. Het onderwerp wordt prima uitgelicht en de kleuren worden zeer goed weergegeven. Bij hard meelicht kijken personen recht in de zon. Ze staan dan op de foto met spleetoogjes en een zware schaduw in hun oogkasten en onder hun neus. Mooi is anders. De schaduw op de hals zorgt er wel voor dat je er wat slanker uitziet. Fotograferen in hard meelicht lukt best 's ochtends vroeg en in de vooravond, als de zon niet te hoog staat. Zacht meelicht, zeker buiten als het bewolkt is, geeft altijd een mooie foto. Zijlicht, het woord zegt het al, komt van opzij. Het onderwerp wordt aan de ene kant helder belicht, aan de andere kant zit het in de schaduw. Dat schaduwspel zorgt voor een speelse diepte. Zacht zijlicht geeft altijd een mooi resultaat. Strijklicht is direct licht of hard licht dat strijkt over het onderwerp. Het benadrukt elke oneffenheid en werpt scherpe en lange schaduwen. Bij personen is strijklicht zeker niet flatterend. Elke oneffenheid, elke rimpel krijgt zijn schaduw en valt extra op. Strijklicht is wel ideaal om structuur weer te geven bij gebouwen, muren, kasseien komen details dankzij strijklicht zeer goed tot hun recht. Het tegenovergestelde van meelicht is tegenlicht. De fotograaf fotografeert tegen de lichtbron in. Het onderwerp zit daardoor in de schaduw. Het fototoestel moet zo ingesteld worden dat wat in de schaduw zit, ons onderwerp dus, helder belicht wordt. Delen van de foto die niet in de schaduw zitten, krijgen daardoor te veel aandacht. Om bij tegenlicht je onderwerp de juiste belichting te geven, zijn er nogal wat mogelijkheden. Eerst zetten we ons toestel op spotmeting. Bij dit toestel kies ik voor functie en ga dan naar spotmeting. Vervolgens mik je met het kadertje dat in het midden van het beeld verschenen is op het onderwerp dat je correct belicht wil hebben. Daarna
druk je de ontspanknop half in. Je toestel meet het licht en zet de belichting juist. Met de ontspanknop half ingedrukt zet je het onderwerp op de juiste plaats in beeld. Vervolgens druk je de ontspanknop verder in en maak je de foto. Is ons onderwerp nog niet helder genoeg, dan kunnen we ook de functie belichtingscompensatie instellen. Zetten we die op plus 2 of nog hoger, dan maakt ons toestel de foto nog lichter dan dat het volgens zijn meting zou doen. Bij elke stap die we zetten, maakt ons fototoestel niet alleen ons onderwerp, maar ook gans de foto helderder. Zo ontstaat de kans dat de achtergrond te veel belicht wordt en witte vlekken vertoont of zelfs helemaal wit wordt. We spreken dan van een overbelichte achtergrond. Wil je beletten dat dat gebeurt, dan gebruik je in plaats van de belichtingscompensatie je flits. Met een krachtige flits zal dat wat beter lukken dan met de flits van je gsm bijvoorbeeld. Hoe passen we nu al die kennis toe? Als we buiten gaan fotograferen, hangen we af van het weer. Op een zonnige dag krijgen we te maken met hard licht. Uit welke richting het licht komt, bepaal je door je keuze van waar je gaat staan. Ook het uur van de dag speelt voor die richting een rol. Met meelicht zullen kleuren goed tot een recht komen. Zeker een helder blauwe hemel. Voor personen gebruiken we beter tegenlicht. Dan staan ze er niet met dichtgeknepen ogen bij. Op een bewolkte dag heb je perfect zacht licht. Zit je met je rug naar het zuiden. Ook al zie je daar ter plekke niet, het zal een verschil maken in je foto. En weet je het zuiden niet liggen, gebruik dan een van de vele gratis apps die je als kompas op je gsm kunt gebruiken. Binnen kijk je eerst eens rond hoe de ruimte verlicht wordt. Zijn het buislampen of spots? Zet de persoon die je wil fotograferen niet vlak onder een lamp. Zet hem er vanuit uw standpunt gezien een beetje voor. Zo vermijd je zware schaduwen in zijn gezicht. Is het een ruimte met grote ramen, hou daar dan ook rekening mee. Iemand die voor een raam zit, zit mogelijk in tegenlicht. Stel je toestel daarop in. Tot hiertoe hebben we zeer veel aandacht besteed aan het goed in beeld brengen van het onderwerp van onze foto. Volgende keer gaan we wat dieper in op wat er op de achtergrond te zien is. Ook dat maakt een wezenlijk deel uit van onze foto. Als huiswerk had ik graag terug 3 foto's gekregen. Een foto met tegenlicht, een foto met zijlicht en een foto met een helder blauwe hemel in meelicht dus. Tot de volgende!